Voor mijn huidige zondagvlog heb ik weer een speciale locatie gekozen. Wat je hier op de achtergrond ziet, dat is Hattem. Hattem is een heel mooi klein plaatsje, een Hanzestad is het, gelegen aan de IJssel en aan het Apeldoorns kanaal. En het is een heel mooi pittoresk stadje. En ja, ik kom hier geregeld, want ik vind het hier gewoon heel erg leuk. Dus deze plaats als achtergrond voor mijn 24e zondagvlog. Hallo, dit is mijn 24e zondagvlog. En ik wil het vandaag hebben over een thema waar kappers niet zo graag bij willen. En dat zijn doelgroepen en onderscheidend vermogen. En dat soort abstracte dingen waar heel veel kappers ja, niet veel mee kunnen. En toch, deze keer dit thema. Ik weet dat wij geaccepteerd hebben dat je in restaurants en in kledingwinkels heb je wel doelgroepen. Want iedereen begrijpt dat als je naar een Italiaans restaurant gaat, dat je daar geen Chinees voedsel krijgt. Dat is algemeen bekend en ook geaccepteerd. En ook kledingwinkels kleden niet iedereen aan, want ze hebben een bepaalde groep. Doelgroep dus. En als je hoort die grote warenhuisketens op deze planeet, waarom ze soms failliet gaan, dan is dat omdat ze niet duidelijk genoeg zijn geweest over hun doelgroepen. Nou, kan je als kapper natuurlijk zeggen, we zijn geen groot warenhuis, maar de consument werkt, naar de consument toe werkt het hetzelfde. Of je nou een groot warenhuis bent of een kleine kapper, een consument is en blijft dezelfde consument als hij in een warenhuis gaat en als hij bij jou over de vloer komt. Het blijft hetzelfde mens. Dus een mens wil weten, als ik deze kapsalon binnenstap, wat kan ik daar dan verwachten? Nou, stel dat jij een kapsalon hebt in een wijk ergens of in een dorp. En je bent daar eigenlijk een beetje de enige. Dan zou ik je zeggen, ga nooit over doelgroepen nadenken. Ga gewoon je ding doen in die wijk en klaar. Zit je in een dorp en je bent daar al in de derde generatie de plaatselijke hero, zou ik zeggen, hoef je niks te doen. Blijf wie je bent. Doe je ding. Maar stel, jij zit in een wijk en daar zitten nog andere 10 kapsalons. Nou, dan wordt het al een ander verhaal. En iedereen zegt, wij hebben geen doelgroep. We moeten het hebben van die mensen uit onze wijk. Of wij moeten het hebben van de mensen in ons dorp. Dan wordt het al een probleem. Hè? Dan namelijk gaan 10 kapsalons gaan dezelfde consumenten aanspreken. En de consument die weet niet waar die heen moet. Want alle 10 zeggen ze natuurlijk ook nog, wij zijn gespecialiseerd in knippen en kleuren. Volgens mij doen dat 24.000 kapsalons in Nederland die zeggen, wij zijn gespecialiseerd in knippen en kleuren. Leuk hè? Ja, wat onderscheidend zijn we toch soms. Nou goed, dan heb je ook nog een prijsniveau. Dat gaat van laag, midden naar hoog. En wat zal ik je zeggen? De meeste kapsalons die met jou in die wijk zitten, die hebben niet alleen jouwzelfde specialisatie, namelijk knippen en kleuren. Die hebben ook nog, die zijn met hun prijs in het middensegment. Heel onderscheidend ben je dan. Hè? En is iedereen van die 10 kapsalons in het middensegment, ze roepen allemaal hetzelfde. Als je die situatie hebt in je dorp of in je wijk, dan zou je na kunnen denken, in hoeverre kan ik me onderscheiden doordat ik een bepaalde doelgroep aanspreek. De doelgroep uit mijn wijk, of als dat niet voldoende is, is het mogelijk om van buitenaf mensen aan te trekken die dat leuk vinden wat ik heb. Dan moet je iets anders roepen dan knippen en kleuren, maar wat je dan roept, ja, dat kan ik in een vlog van 6 minuten niet uitleggen. Daarvoor heb ik dan seminars die een paar uurtjes duren of een hele dag om dit soort dingen tot in de punten te bespreken. Gaat niet in 6 minuten. Ga ik ook niet proberen. Nou, maar dan nog steeds het probleem, waarmee moet ik mij nou onderscheiden? Als je dan het moeilijke woord doelgroep wil horen, hè, dat is het gewoon. En je denkt, welke doelgroep mensen moet ik nou aantrekken in mijn dorp of in die wijk of regionaal? Dan heb ik maar één antwoord erop. Ga voor een spiegel staan en kijk in die spiegel. En die persoon die je daar in de spiegel ziet, dat is jouw doelgroep.
trekken. Mensen zoals jij, die moet je aantrekken. Mensen die jij begrijpt en mensen die jou begrijpen. Dus je moet elkaar begrijpen. Dus trek mensen aan die zo zijn als jij. Als jij iemand bent die graag in het hoge niveau werkt, hè, trek je het liefst mensen aan die ook voor het hoge niveau komen. Als jij iemand bent die graag in het lage milieu, die in het lage segment werkt, dan zou ik zeggen, doe dat dan ook, maar ga dan ook reclame maken voor die mensen die bij jou gewoon voor havenweideren komen. Dus dan moet je ook niet zoveel service bieden, dan bied je alleen maar een goede prijs en snelheid en klaar. Dus dat is al de eerste keuze die je moet maken als je op zoek bent naar een doelgroep. Hoe je dat precies doet, ik zou zeggen, als ik dat in 6 minuten zou kunnen uitleggen, dan was ik waarschijnlijk goochelaar in een circus geworden. Kan ik niet. Ik ben ook geen goochelaar geworden. Ik moet gewoon een seminar daarvoor hebben om dat aan mensen duidelijk te maken. En als je meer over deze onderwerpen wil weten, zou ik zeggen, kom of ik kom voor een gesprek op maat bij jou. Hoe dan ook, maar denk erover na als jij een van de velen bent en in een wijk of een dorp en er zijn allemaal dezelfde klanten. Hoe kun je nou daar je doelgroep uithalen? Het is mogelijk. Het is niet makkelijk, maar mogelijk is het. Oké, dank je voor het luisteren. Dag.